Ik ben Jill Huibrechts en dit is mijn dressuurvlog. En dit is mijn moeder. In mijn vlog geef ik jullie een kijkje in mijn leven als internationaal Grand Prix Amazone. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben op stal, dat heb je misschien al wel gezien. Het is ochtend en vandaag ga ik baan verkennen op het NK, want morgen en overmorgen, nou ja, als het goed is overmorgen ook, maar morgen sowieso is het dus NK. En dan moet ik morgen de U25 proef rijden en als ik goed rij moet ik zondag de finale Q rijden. En vandaag is dus vrijdag en gaan we even baan verkennen. We hebben ervoor gekozen om niet op stal te gaan staan. Dus echt met de hele rambam erheen en ingewikkeld gedoe. We gaan gewoon heen en weer rijden met Match. Want alleen Match hoeft te starten. En dan gaan we gewoon heen en weer rijden. Want het is ook niet zo ver rijden voor ons. Dat gaan we vandaag allemaal doen. Eerst ga ik deze knapper draaien. Kijk, hij heeft de nieuwe peeskapjes. Mooi, hè? Met nep... hoe heet dat? Nep... niet bond. Nepschaap. Met nepschaap. Dat is nepschaap. En hij kijkt er nog niet echt blij mee. Van op aan. En hij zit al helemaal in zomervacht. Zien jullie dat? Hij was geschoren natuurlijk. En nu is hij al flink in zijn zomervacht, dus hij is helemaal mooi blinkie al. En ik ga hem even poetsen, want hij heeft hier ook zijn manen zitten nog een beetje wild. En dit is je dikke plekje. En dan ga ik Enz even rijden. Ik heb net Enz gereden. En ik heb trouwens, Enz heeft ook de achter, ik heb, wat wil ik zeggen? Enz heeft trouwens ook de achterbeschermers. Aan. Die had ik net nog niet omgedaan. Dus dat kan je ook nog even zien. Dit zijn dus, ze zijn echt vies. Ze zijn echt vies. Dit is voor en dat is achter. En ik vind het er wel chique uitzien. Ze zijn van Kentucky. En ik had ze eigenlijk gekocht. Ik had ze eigenlijk gekocht omdat hoe heet het? Macho heel snel wondjes krijgt aan zijn benen. En die is een soort van allergisch voor neopreen. Dan had ik telkens die Lemieux beschermers voor Match. Alleen die ging een beetje kapot aan de binnenkant. En daar kreeg hij weer wondjes van. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik even deze kopen. Die zijn sowieso kei zacht aan de binnenkant. Maar ja, nu heeft Enzel ze alweer om. Want ik vind ze heel mooi. Ik ga deze nu afzadelen. Hij deed het heel goed. We zijn nou echt al flink aan het trainen in de, hoe heet dat? Prins en George weer. Dus weer een klein, heel klein stapje naar beneden. Dus ook in de lichte tour, maar dan de Prins en George proef. Want volgende week gaan we naar CDI Lier. En dat was vorig jaar precies mijn allereerste vlog van, volgens mij. En dit jaar gaan we er weer heen. En Enzels, die was toen als babypaard nog vorig jaar. En dit jaar mag je dus zelf starten in de internationale lichte tour rubriek. En wat je in de U25. Dus gaan we twee paarden erheen. En daarvoor zijn we dus eigenlijk aan het trainen. En ik ga hem afzadelen en dan ga ik gauw alle wei-spullen omdoen. Dan mag je in de wei. Dan ga ik Match even alvast oplappen voordat we naar Ermelo gaan. En dan ga ik graag nog even rijden. Kijk, ik heb zijn voetjes nog niet gewassen, maar wel geschoren net. Dat ligt daar, dus vies. Dus ik zet hem even hier neer en ga ik nog even zijn voeten wassen. Verder heb ik hem al wel best wel gepoetst en zijn staart heb ik al in een knoopje gedaan. En al uitgeborsteld en dan moet ik de rest nog even wassen. En dan krijgt hij eten. Ik heb hem trouwens een trucje geleerd. Oké, Martje, nu is het showtime. Wacht even. Hij kan dus... Oh, hij begint al. Even wachten hoor, ik heb brokjes.
Goed zo, knap. Goed zo, Mats. Hij kan wel goed presteren onder druk, zie ik. Moment suprême. Dus Mats en ik kunnen nu ook vrije dressuur. Goed zo, knap. Oké, okay, dus... Nog even en hij kan Spaans pas en zo. Next level. Nee, maar ik had de filmpje van Leanne gezien. Leanne Abigail, voor de niet-kenners. En toen ging ze uitleggen hoe je een paard kan laten flamen. Toen dacht ik, hey, dat kunnen wij ook, Mats. Dus nou kunnen wij het ook. Nou, nog niet super. Niet net als Marley en zo en als Abby. Maar we moeten ergens beginnen, toch? Oké, okay, actuele stand van zaken. Graafje rijden. En staat binnen. Graaf staat dus ook binnen. Mats staat binnen. Die is gewassen. Zijn voetjes zijn gewassen. Die is helemaal klaar. En dan ga ik deze kleine jongen nog even rijden. En dan... Dan gaan we vertrekken. Dus snel opzadelen. Even rijden. Hij hoeft niet super lang. En morgen is hij vrij. Want dan moet ik mijn Mats natuurlijk NK rijden. Het is wel fijn als ik dan met twee paarden hoef te doen. Dan doe ik Enzels nog even thuis. En Mats op het NK. En dan is Graafje vrij. Die heeft al heel hard gewerkt. Kijk, hij ziet er ook al heel zielig en moe uit. Oh, cutie. Oké, nou, ik ga rijden. Reden. Nou, alleen Mats nog. Zo, we zijn in Ermelo. Even rondje. Ja, we staan helemaal vooraan. Misschien heb je het nu al gezien. Want daar is de hal. En er zijn een paar trailers, een paar mensen. We gaan dus alleen even baan verkennen. En ik ben heel vroeg, want volgens mij is het om 3 uur. Dat is niet fijn. Om 3 uur mag je baan verkennen. En het is nu 2 uur. Dus ik had uitgerekend dat ik dan om 2:15 erop kon zitten. Ja. En dan van 2:15 tot 3 uur losrijden in de losrijbaan. En dan kan ik om 3 uur meteen de baan in. En even eraan. Even laten kijken. En dan weer naar huis. Dus ik ga nu even opzadelen. Super raar dat hij niet is ingevlochten. Het voelt heel alsof ik iets ben vergeten. Maar ik ga nu opzadelen en dan gaan we even baan verkennen. Losrijden eerst. Losgereden. Toen hebben we 3 kwartiertjes gedaan. En toen was het zeg maar tijd om de hoofdbaan in te mogen. Want ze zijn er allemaal aan het opbouwen, maar ze waren nog steeds aan het opbouwen. En toen ging ik even in de hoofdbaan. Maar ik was echt serieus helemaal de enige. En alleen Adelinde was ook aan het rijden, maar die was ook in de losrijbaan aan het rijden. Dus toen ging ik even in mijn eentje naar de hoofdbaan. Toen heb ik gewoon in mijn eentje het proefje door kunnen rijden. En hij deed echt super goed. Nou ja, hij was super relaxed. En jullie weten dat Macho dat ook best moeilijk vindt. Dus het stappen ging heel goed in de proef en dat soort dingen. Dat lukte allemaal super.
Dus toen heb ik nog even zelfs een paar dingen nog aan het begin. Dus toen was ik klaar met mijn proef, heb ik helemaal uitgereden. En toen, oh irritant. Toen heb ik nog even een paar dingen opnieuw gedaan. En ja, ik denk dat we klaar zijn voor morgen. Als hij ontspannen is, is het al een heel mooi begin. Dus dan zijn wij al blij dat hij in ieder geval zich goed voelt daar in die omgeving. En dat hij dan ook gewoon morgen wellicht fijn kan presteren. Dus nu gaan we weer naar huis. En dan gaan we, denk ik, gewoon echt naar huis, zeg maar. Dus we gaan nu naar stal en dan denk ik naar huis. En dan zit de dag er alweer op. En staat in de molen al, daarachter zie je hem lopen. Hij is helemaal leeg, dus we moeten even wachten totdat hij bij Ens kan. Zo. Even wandelen. Kom, graaf! 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 Maar ik ruik poep. Zit hij met zijn kop onder die tralies? Ik krijg al een halve hart dan wel. Zo, daar gaat het. We gaan nog even de poep uit de stal halen. Matsi. Matsi wil ook per se eruit. Dus ja, dan wacht hij nog even in de molen als hij dat leuk vindt. Matsi wil gewoon altijd werken. Je kan er gewoon helemaal niet tegen als hij alleen achterblijft. Dat is helemaal niet leuk. En er gewoon bij zijn. Lekker in de molen, jongen. Dan moet je drinkjes. Wachten. Ja, kom maar. Sommige paarden zijn een beetje raar. Nou, dan gaan we even snel alles mesten en zo. Voordat Marcel ook weer zijn tong op zijn knieën ligt. Eekies is schoon. Heb ik net gedaan. De duim. Ik heb net mijn hoofdstel nog even gepoetst. Omdat ze toch in de molen staan. Het is echt een hele rare dag. En het is nog licht. Ik krijg helemaal summer feelings, zeg maar. Dus nu gaan ze uit de molen. We zijn helemaal klaar. Mama heeft de stal gedaan. Ondertussen heb ik mijn hoofd al gepoetst. Mijn zadel moet ik morgen nog even doen. Ja, dus nu even uit de molen halen. En dan gaan we volgens mij nog even brokken halen. Ergens bij het Animal Center. Voor internationale wedstrijd volgende week. Want er moet natuurlijk brok mee extra. Dus dat gaan we nog even doen. Eerst even uit de molen halen. De beestjes. Nou, we zetten de jongen even aan het werk. Ja, die is ook wel te. Hij wil spieren en zo. Ja, dus twee merkbrok, één basisbrok. En één maatschappij. Slobber. Dit is dus voor internationale wedstrijd volgende week. Moeten we extra meenemen. Anders hebben ze geen eten in Lier. Wortels. Twee. Volgens mij gaan deze allebei mee. Want dat lusten onze paardjes wel. Het zijn hele grote wortels. Nee, dit is vanille, maar die zijn rood. We moeten nog even paardensnoep kopen, maar deze zijn rood. En deze zijn groen. Die vindt hij misschien ook wel lekker. Maar dat is twee, ja. Ja, top. Oké. Okay. Moet je nog een stiekje? Nee, ik heb. Nu ik heb. Moet je laars? Iets. Oké, all fresh and clean. Ik ben thuis en gegeten, gedoucht. Alles, ja, einde verhaal. Het is avond, ik ga lekker chillen. En morgen is het dus eerste dag van het NK. Ik moet om 2:10 starten. En mama zegt net tegen mij dat we om 11:30 moeten vertrekken. En ik moet Ens nog rijden, graaf is vrij. Dus ja, morgen weer op tijd opstaan. En nu even lekker relaxen en avond houden. En dan zie ik jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Dat was hem, tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.